Ik ben heel vroeg als in de Korama. Ik wil jullie laten zien hoe kompas gemaakt wordt uit eigen materiaal. Dus materiaal vanuit eigen kostgrondje, gedeeltelijk in het bos. Wat wij moeten hebben is een stukje plastic. Droog materiaal, natte materiaal. Wat humus en zwarte aarde. We gaan eerst het plastic opleggen op de grond en daarna droog materiaal, daarna natte materiaal en dan de humus. Je kan mixen met zwarte aarde, dan wordt het nat gemaakt van elke laag tot een maximaal van 5 lagen. En dan wordt het dicht gemaakt met een plastic of wat paluru-bladeren om eigenlijk dicht te krijgen zodat lucht dicht kan zijn. En na 4-5 dagen dan kunnen we draaien. Indien het materiaal te droog is, dan gaan we weer een beetje water toedienen. Wanneer het geslaagd is, na 4-5 dagen moet die kompasmateriaal heet zijn. Moet heet zijn. En wanneer het niet heet is, dat betekent dat zo'n kompas afgekeurd is.